Halo allemaal, ontmoeten elkaar weer op het YouTube kanaal van Agus Raharja. Kerstmis is niet lang, hebben jullie allemaal voorbereid? Vanda oefen de parochie van Sint Antonius Lelydorp de kerstvoorbereidingen met de zegen van een kerstboom en een kerstkroon. Deze gebeurtenis maakt de deel uit van de evangelicaal dat Christus werd geboren voor de redding van ons allemaal. Vanuit Lelydorp presenteer ik aan jullie allemaal. Over enkele dagen is het kerst. Wist u dat de heilige Franciscus in 1223 voor het eerst een kerststal heeft gebouwd in Grecero in de provincie Rieti in Midden-Italië? Paus Franciscus heeft in december 2019 met de apostolische brief van Admirabile Signum het belang en de betekenis van de kerststal uitgelegd. De paus schrijft dat dit eenvoudig idee van de heilige Franciscus een groot werk van evangelisatie is. De parochies Sint Antonius Lelydorp, Sint Jozef Kopiwe en de zuster Franciscus Caritas voelen zich hierdoor bemoedigd en enthousiast om ondanks corona toch deze traditie voort te zetten op Lelydorp. Vanwege corona zal er dit jaar geen levende kerststal zijn. Er is een creatieve en unieke kerststal met zelfgemaakte beelden en een kerstboom van petflessen gebouwd. Hier op Lelydorp, voor de Sint-Antoniuskerk, leent zich uitstekend dit kunstwerk te presenteren aan de gemeenschap. Wij hopen dat onze kerststal de harten van de kleine en de grote mensen mag raken en vreugde zal brengen. Zo direct zal eerwaarde pater Franciscus de kerststal en de kerstboom in zegen. Vader, ben het nodig. En broeders en zusters in Christus, eigenlijk bevast de kerststal verschillende mysteries van het leven van Jezus en zorgt dat wij deze dicht bij ons dagelijks leven ervaren. Waarom wekt de kerststal verwondering om en ontroert ze ons? Ten eerste, omdat zij de tederheid van God toont. Hij, de schepper van het universum, vernedert zich tot onze kleinheid. En het geschenk van het leven, altijd mysterieus voor ons, fascineert ons nog meer. Gezien het weet dat degene die uit Maria is geboren de bron en bescherming van elk leven is. En in Jezus heeft de Vader ons een broeder gegeven die ons komt zoeken als we gedisoriënteerd zijn en onze koers verliezen. Een trouwe vriend die altijd dicht bij ons staat. Hij heeft ons zijn zoon gegeven om ons te vergeven en ons uit de zonde op te richten. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Thank you.
laten wij bidden. Goede God, Vader van ons allen, Gij gaat met ieder van ons op stap, een leven lang. Zo ook was U bij Maria en Jozef en Jezus. In een stal is Jezus geboren, omringd door herders en engelen. Ook de dieren waren er met hun warmte. Mensen op de vlucht stonden nabij. Zegen deze beelden en kerstboom, dat ze ons helpen door en naar te kijken en ons in hun verhaal in te leven, anderen nabij te zijn. Geef ons een warm hart voor iedereen die aan ons is te vertrouwen. Geef ook onze families de warmte van deze heilige familie en leer ons open te staan voor ieder in nood, door Christus onze Heer. Amen. Mogen u allen die hier aanwezig zijn, ook onze kijkers via social media, internet, ook die andere kanalen, mogen God u zegenen, Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.